Nou, hoe lief, hè? Dat verwacht je niet. Nee. Nou ja, en ik heb boodschappen gedaan, zo licht, zoals jullie wel weten. Ik heb sowieso 5 broden. En voor de diertjes, nou... een hele grote zak. Van 4 euro. Ja, dat was mijn knie. En dan heb ik deze. 3 maal. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag, oh jeetje, wat is het vandaag? Vrijdag is het vandaag. De 7e van de 10e, 2022. En we leven nog? Oh, is het zo? Oké. 14:37. Ja. Ik ga zo nog weer even met de meisjes uit en ik moet nog even wat lekkere dingen voor ze halen, want het is allemaal op van hun, snackjes tussendoor, weet je wel. Dus ja, ik moet even Den Helder afvliegen met de booster. Waarom wil die niet weg? Oh, dan daar zeker. Ja, en dan die daar. Dus ja, ik heb een heleboel te doen en eigenlijk ook weer niks. Ja, zonde van mijn tijd, ik kan geen vlog in elkaar zetten. Dat moet vanavond maar weer. Ja, nou en het is bewolkt, de zon die schijnt. Het waait hard, maar het is niet koud, want op Google staat het dat het 17 graden is. We gaan het even vragen. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De huidige temperatuur in Den Helder is 17 graden. Dankjewel. Dus ja, 17 graden, dat vind ik niet echt koud, weet je. Maar ja, in ieder geval, ik loop nog steeds met pleisters om. Ja, want het doet ook het bloed niet meer, dat niet. Maar het doet nog wel zeer. En om het niet kapot te stoten dat het weer gaat bloeden, hou ik pleisters om. Maar dit zijn geen goede pleisters, dus ik moet ook andere pleisters halen. Die beter blijven zitten, ook al wordt het nat. Deze, als dit krult zo om, deze troep. Ja, ik vind troep. Ik moet andere pleisters hebben. Die ik van die mevrouw omkreeg, die waren goed. Of ik nog onder de kraan kwam of niet, het bleef zitten. Maar in ieder geval, ja, dat is wat ik moet doen vandaag, lieve vrienden. Dus ik weet niet wat jullie hebben te doen, maar iedereen heeft zo nu en dan toch wel dingen te doen dat echt gedaan moet worden. Dus ja, ik neem jullie mee en ik doe deze gewoon in de houder van mijn scootmobiel, ja. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Is dat een top idee? Ja of nee? Ja, dacht ik. Ja, even naar Action en eventjes... nou ja, of ik daar naartoe ga, weet ik niet. Want ik kan bij Action ook snacks halen. En dat is natuurlijk goedkoper weer dan bij mijn maatje in de visbuurt. Ja, bij de dieren speciaalzaak. Die is natuurlijk duurder. Ja, er zit iets niet goed, dus dat ben ik weer eventjes aan het goed wrijven. Zo, dan zit het beter. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet met mij gezellig mee met die rit die we gaan maken. Ik rij gewoon over de weg, hoor. Ja, doen we allemaal. Dus ja, hoe en wat, geniet er gewoon van. Ik zou zeggen, tot later. Ja, 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 ja. Ja, het is een beetje koud, lieve vrienden, maar ik ben weer thuis. Alweer eventjes. Ik moest even Claudia helpen, want Claudia die gaat morgen wat voor mij doen. En moest ik even foto's doorgeven en even wat inspreken hoe en wat ze moest doen. Want aangezien ik er niet ben, ja. Maar ik kreeg ook even bezoek tussendoor, want de bus, de collectebus van de dierenbescherming is opgehaald. En die was maar wat blij. Ze zegt, je had een tweede bus moeten vragen. Ik zei, nee, waarom? Ik zeg, ik bind het vast in mijn rollator, in het mandje. Dus nergens wat mis mee.
Maar omdat ik zoveel mee had gemaakt, hè, die kat had mij aangevallen waar ik nog steeds mee loop. En dan die vrouw die tekeer ging tegen mij, wat niet behoort. Maar in ieder geval, ik heb wat gekregen. Ik had al zaadjes gekregen voor paprika te kweken, maar dat krijg ik van de dierenbescherming als cadeautje, dat je toch loopt. Je loopt vrijwillig, dus je krijgt gewoon een klein rijtje. Maar nou kreeg ik iets duurs. Ik ga reclame maken, ik kan er ook niks aan doen. Maar ja, ik word niet gesponsord, want ik heb dat gekregen van die mevrouw. Nou, hoe lief, hè? Dat verwacht je niet. Nee. Nou ja, en ik heb boodschappen gedaan, zo licht, zoals jullie wel weten. Ik heb sowieso 5 broden. Nou, 1 zo'n zak is 99 cent. 2 zakken is 1,50. Nou, en ik heb er 6. Gaan we straks opruimen. Komt goed. Ja. Voilà. En ik heb iets lekkers meegenomen voor een brood wat ik al jaren niet meer heb gehad. Omdat het eigenlijk te duur is. En weg met die neus. Pas op. Dat is katerspek. Je hebt ook ontbijtspek, maar dat krijg ik niet weg. Dat is dat ronde. Dit krijg ik wel weg. Dat is, ja, zachter. Tenminste, ja, ik weet niet wat het is. Dat andere, dat is draderig. Dat moet je trekken enzovoort. En dit krijg ik wel weg. Nou, en ik neem morgen wat brood mee. En dan gaat het er ook op. Zo simpel. En ik heb nog extra kaas meegenomen. En voor de diertjes, nou, een hele grote zak van 4 euro. Ja, dat was mijn knie. En dan heb ik deze, 3 maal. Ja, maar ik heb nog wat lekkers. Ja, en dat gaan we. Oh ja, en ik heb nog kaart voor onderweg mee. En ik heb even nieuwe pleisters gehaald, want die pleisters die ik nou heb, dat is niks. Ga eens even weg met die snop kopen. Ik moet dat even hebben. Zo. Ik heb ook van die mergpijpen. Ja. Dus dat gaan we eens even geven. En ik neem even een geschaartje mee. Oh. En ik neem jullie even mee. Dan gaan we naar de bank. Ja, kom. Naar de bank. Naar de bank. Ja. Even naar de bank. Naar de bank. Zo. Ja, dan moet ik eerst zien dat ik dat kapot krijg vanzelf. Allemaal. Ja, even dat. En dan moet je die kopjes zien, hè. Dat is 1. Dan moet ik deze nog. Ik ga eens op de bank. Anders krijg je niks, hè. Moet eerst even, ja, eerst even wat stuk zien te krijgen. Anders kan het niet. Ja. Zo. Wow. Oeh, die gaat er al af.
Lekker dan. Daar zijn jullie voorlopig wel even zoet mee, denk ik. Wat heb jij daar? Wat heb jij daar? Zal ik die even weghalen? Is dat lekker? Is dat lekker, meisje? Oh. Oh. Nou, dat gaat er wel in. Ja, bij jou wat moeizamer, hè? Ja, wat zit er dan in? Het is gewoon een mergpijp gevuld met vlees. Ja, dat is het. Ja. Lekkere kind. Dus ja, dat dus. Ja, dat ik ga verder de boel opruimen, lieve vrienden. En even deze in de witte bus doen. Dan hebben ze voorlopig even genoeg snackjes. En het andere gaat in de kast. En dat af. Even allemaal opruimen. Dus ik zeg het, lieve vrienden, geniet gewoon verder van je dag. En doe wat met een lach. En komt alles wel weer goed. En hou ook gewoon vol goede moed. En geniet ook weer lekker met ons mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ja. En waarom? Nou, het is avond en het is 11:03. Ik ga met de meisjes zo meteen lopen en dan ga ik ook mijn bedje zo meteen opzoeken. Want morgen is het voor mij heel vroeg dag, want ik word opgehaald door, ja, niemand anders. Mijn lieftallige dochter Karin, die komt mij ophalen en wat we gaan doen? Ja, maar dat verklap ik nog niet. Nee, dat zien jullie morgen wel. Maar in ieder geval... Ik wens jullie allen een welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht, want dan zien we elkaar wel weer. Doei!